Yo kijkers van Womus Gaming, ik ben Wouter. En ik ben Mike. En vandaag doen we Hexit. Yes! Ik heb er echt super veel zin in. En heeft Mike er ook zin in? Ja, yes. Ik heb er echt zin in. We hebben alvast een beginnetje gemaakt. We hebben al wat iron, we hebben al wat dingetjes. Zodat we niet al te noob zijn. Ik ga wel bijna dood van het eten, dat is wel jammer. Maar ja, maakt niet uit. Ik ga door de portal. Nee, jij mag door de portal. Want ja, jij bent aan het opnemen. Dus Wouter goes door de portal. Er staat op. Random loopport door. Used to get away from start area. Ik ben er. Wauw. Oké. Eens kijken. Slash tip, ja. Twilight Swamp ben ik. Lucky Wooter. Ik hoop niet dat we in de Twilight zijn gespawnd. Oh, dat zou ik weet niet kunnen. Of dat kan, want dan heb je grote kans dat je in een Dementia Port zit. We zitten in de Twilight. Oh nee, jongens. We kunnen hier gewoon weer terug. Ja, we kunnen gewoon terug, dat is waar. Maar, ja. Oh, hier heeft hij ook al gebouwd, denk ik. Of krijg je pikmeat van? Kill them all! Oh, niet rennen, niet rennen. Vergeet even dat. Ja, no way. Ik ga gewoon rennen. Wat zijn al deze bouwwerken? Dat is gewoon de Twilight zelf. Ik pak alvast wat bouwwerken. Met dat obsidian? Zien? Waar? Met lapis lazuli. Maar hey, we kunnen gewoon niet doorheen, hè? De andere kant werkt gewoon, als je de andere kant op kijkt. Maar we moeten, als je even wat bloemetjes verzamelt, want ik weet ook hoe je een poort terug kan maken namelijk. Kijk, dat moet je zo doen, Wouter. Ja, maar we kunnen toch gewoon terug? De poort werkt gewoon. Ja, je kan ook. Ja, maar kijk. Je kan wel slash spawn doen, maar nee, als hier. We hier... Kom hier eens. Kom eens, dan zal ik laten zien, want dat wees altijd zo, de andere kant werkt. Oh, zo op die fiets. Nee. Weet je zeker dat je dan terugkomt? Want het is ook in Hexit, dat je die in die poorten kom je in een speciale dimensie. Wow. Dus dat moet je even in de gaten houden, Wouter, dat je niet... Dat je dan vast zit, dat kan natuurlijk. Want kijk, ik weet hoe we een poorten moeten bouwen. Dan moet je dit zo doen, even kijken, dan moet dit zo. Dit zo. Bloemetjes. Gewoon de standaard Minecraft bloemetjes, hè? Ja, bloemetjes. Paddenstoelen kunnen er niet op, oké. Okay. Bloemetjes hebben we nodig. Ik zie hier al bloemetjes. Maar we kunnen hem hier neerzetten, maar we kunnen hem ook ergens anders neerzetten. Het ligt eraan, Want gaan we al hier... Want, ik wil even weten... Want Forest is het een Bunny. Een vlieg. Ah, mosquito's. Mosquito swarm. Ja, er zijn vliegjes. Ik heb 5 bloemetjes. Oké, dan hebben we al wat bloemetjes. Even kijken. Krijg ik hier geen wol van? Even zien. Moet ik ze daaromheen zetten? Omdat andere... Oh, daar ben je. Of niet? Nee, ik heb hier, achter je. Oh, ik zag ja, je kan hem hier al. Zou ik een share mogen maken? Ja, natuurlijk. Als we het nodig hebben om terug te komen. Dat niet, maar we kunnen wel wol pakken. Oké, maar waar is de portal ding die we gemaakt hebben? Nou, die heb ik nog niet, maar het is meer de vraag: gaan we hier beginnen om een huis te bouwen en je moet er een diamond voor opgeven? Nou, we hebben 5 diamonds. Dat wel. Ik ga ook bijna dood van de honger, dus... GG, well played. Ja, we moeten een manier hebben om terug te komen. Ik heb wel 1 appel, dus als je bijna dood gaat, dan heb ik een appel voor je. Dat lapis lazuli blok, dat is ook gewoon random regenerate. We zitten op een heel nieuw stukje, denk ik. Ik denk dat hier nog niemand is geweest, namelijk. Oké, Wouter. Ben je er klaar voor? Bijna. De moeilijkste taak ooit. Deze bomen makken. Nou ja, oh, ik hoor ook mosquito's. Tugga! Oh, meer kan je pickaxe niet aan. Ik heb wel bijna 2 stacks hout. Dan moet ik dat natuurlijk ook doen. Ja, doe jij ook maar. Waar wil je niks anders? Ik allemaal. Hey. Een fire. Wat een geluidjes. Ik ben hier nog nooit geweest. In de Twilight Forest. Ik plaats de bloemetjes in de random zo.
Ik heb ook nog bloemetjes. Zo. Ik hoop dat we genoeg bloemetjes hebben. Ik had er 5. Ja, precies genoeg. Okay. Dan moeten we 2 buckets maken. Ah, want hier moet water in. 1. Want hierna is het ook is ook goed. Ik pak wel even de crafting bench. Oh, je hebt alles. De rest. Ja, ik heb alles meegenomen. Stoute Mike. Even zien. Dan pak cotton ik die. Cotton heb ik. Ja, die meenemen. Dan kan je wol. Ja. Nog eentje. Die zetten we hier neer. Ja, oké, Wouter. De diamond moet erin. Met Q? Ja. Wow. Oh, Twilight vet. Portal. En dan kunnen we gewoon weer terug naar de gewone wereld. Als je erin springt, ga je terug naar de gewone wereld. Zal ik erin springen? Ja. Ik hoop, misschien komen we nu op een heel andere plek uit. Oh ja, ik ben op een heel andere plek. Oké, ik ga naar Wouter. Ben ik dan wel op dezelfde plek? Ja, ik ben op dezelfde plek. Nee, ik hoorde dat je damage kreeg. Ja, maar ik ben wel op dezelfde plek. Ja, mooi. Gelukkig. Maar ik zie je niet. Jawel, ik ben in dit huisje hierachter. Huh? Waar ben je? Ik ben daar achter. Ik ben achter je. Ik ben in die grote boom. Oh. Scheisse. Lava. Wouter. Niet doodgaan. Oh, je gaat dood. Ja, ik ben dood. Hoe kwam dat? Ja, dat weet ik niet. En nu vliegt de hele boom in de fik. Oh, nee. Nou ja, daar gaan we dus niet meer naartoe. Ja, en ik zit hier ook vast. GG wel played. Nou, je kan TP, hè? TP, ja. Ik ga meteen naar slash set home. Gaan we hier onze baas bouwen? Oh, nee. Niet weer doodgaan. Nou, ik denk niet in waar de boom. Waar is water? Hierachter is water. Oh, schapen. Of, schapen. Waarom zijn er schapen? Het zijn kippen. Kippen. Eten. Zijn we wel ons pork meat kwijt. Nou ja. Maar we kunnen daar wel gewoon eten vandaan halen. Ik ben ook... Oh nee, ik ben niet ons iron kwijt. Nee? Gelukkig. Nee, dat is pluspunt. Oh ja, want je had al het iron. Oké. Okay. Nou, dat is wel nice op zich. Ja. We hebben hier een basis. Maar laten we even, hier, we gaan wel even wat spullen verzamelen. En even een klein basisje opbouwen. En dan zien we jullie in 1 seconde weer terug. Maar dan hebben wij de hele basis misschien al bijna af. Oké, jongens, we zijn terug. We hebben nog geen basis. We hebben wel wat gemined. Het wordt donker. En we hebben deze battle tower gevonden. Die gaan we even kleren. We hebben een iron broadsword. Big sword bedoel ik. Er spannen nu al mobs, Wouter. Oh ja, snel hakken. Ja, dat is 1. Ik heb al wel... Oh. Ik heb hem. Ja, ik heb nog geen armor. Wat zit er in de chest? You can net access the container by combat. Mike. Oh, nee, een special zombie. Oh, vluchten, Mike. Hak hem. Oh. Hak hem. We kunnen elkaar nu slaan. Oehoe. Diamond sight. Oeh. Sharpness en focus. Die schaaf, ja. Oh. Oh ja, die dingetjes. Oh nee. Shit. Ik heb je doodgemaakt. No. Stel wat er... Come back! Kan ik deze nu wel open? Waarom kan ik deze niet openen? Dan hak ik kapot, jongen. Oh nee, back werkt niet. Slash tapia... Flying... Nou, ik heb Wouter doodgeslagen. Mooi begin. Ja. We zetten hem zo meteen wel weer even op stop. Oh, Wouter, zit er een mob beneden? Weet ik niet. Diamond Sight Attack! Ja, ik heb mijn spullen weer. Volgens mij heb ik... Ik weet niet of het alles is... Hey, waarom kan ik die kip niet slaan? Oh. Wat gebeurt er allemaal met het licht, Mike? Ja, dat zijn die... dat zijn mijn dingetjes. Oké, Wouter. We moeten naar boven. Ja? Ja. Wat is dat? Hoorde je dat? Ja, dat geluid. Oh, nee. We hadden dit beter echt overdag kunnen doen. Ik ga naar boven. Ben je klaar voor? Ik moet een brug bouwen. Anders kom je niet verder omhoog. Oké, Wouter. Ja? Oh, shit.
Alsjeblieft, sorry, ik moet... Ja, nee, geef me, ik heb wel zo. Een undo, ja, ja. Oké, okay, er ligt een half kapot zwaard in en wat wiet en een... Hoppakee. Oké, okay, ik hak hem. Yes. Ik heb gewoon een site, jongens, we hebben gewoon een site gevonden. Ik heb van de special mob heb ik dit gekregen, Wouter. Kun je wel even aan de kijkers laten zien? Ja. Dit heb ik ook al één keer in mijn andere ding gevonden. In je single player. Ja. Oké, nu moeten we snel weg. Terug naar onze home base. Onze basis die er nog steeds niet is. Die er nog steeds niet is. We hebben de boom wel kapot gehakt. Want hij ging toch afbranden. En dan dachten we, kan er beter niemand een basis maken. Als hij toch al half kapot is, kan beter... Oh. Oh, dat zijn die planten, ja. Waar ik het over had. Stupid plants. Wouter heeft nog steeds een site. Anders gebruik jij tot nu toe even die site. En anders moet je hem even in de chest leggen. Want dat is volgens mij nu wel ons sterkste wapen. Ja. Nou weet je, we gaan wel ondertussen wel... Hé, nu staan ze er weer. Af en toe gaan deze landclaimers weg. Hoe komt dat? Weet je dat? Oh, die blokjes. Die. Ja. Als je erop tikt, dan gaan ze weg. Want ik had er... Oh ja, nu is het weer gewoon ook goed. Even zien, Chocopedia. Ik heb een Chocopedia gekregen. Dan kunnen we kijken hoe we Diamond Chocobo's kunnen krijgen. Ah. Oké. Nou weet je, we gaan ondertussen wel weer even onze basis verder maken. En dan zien we jullie zo weer terug in 1 seconde. Er is net een een vallende ster gevallen. Dus die gaan we even halen. Wacht, ik hak wel gewoon de boom om. Dat is wel makkelijker, denk ik. Is die er ik nog? Ik heb hem al. Oh, je hebt hem al. Stardust. Stardust, oh ja. En dan ben je ook al Star Piece. Ja, maar als je daar... die kan je dan weer tot Stardust maken. Dan kan je heel veel speciale torches maken. Maar dat was eventjes weer een stukje ertussendoor. No. We zijn nu in de Twilight en we hebben een... Of Mike heeft een hele mooie cave gevonden met allemaal diamonds en redstone en... Copper heb ik al gevonden en iron, dus die gaan we nu even legen. Die gaan we even legen en dan, want we hebben nu heel veel stukjes opgenomen. We weten niet precies hoe lang we zijn bezig geweest. We zijn best wel lang bezig geweest en we zijn niet heel erg opgeschoten met deze aflevering. Maar meestal de eerste aflevering kom je ook nog niet zo heel ver. Wij zorgen er nu gewoon voor dat we zoveel mogelijk spullen verzameld hebben, de saaie dingen zoals minen hebben gedaan en ja, dan komt het wel goed en dan zien jullie ons de volgende keer zien jullie ons gewoon weer terug en als we echt iets speciaals gaan doen, dan beginnen we echt wel met opnemen en dat voor de rest komt het helemaal, oh scheiße, nou ik spring wel naar beneden, YOLO. Voor de rest komt het allemaal weer goed. Dus jongens, ik hoop dat jullie genoten hebben. Laat in de comments even achter hoeveel zin jullie erin hebben dat wij dit gaan spelen. En dan check jullie de volgende keer. En dan zegt Wouter... Goodbye. Goodbye.